dus nu? Waarom ze de zaak niet oplossen? Omdat je het nog niet weet. En dan is het verder in jou. En dan krijg je die nieuwe vraag. Ja. Dus het is kort geweest, dus op laatst. Je speelt in die phases, down, solution phase, discard phase. Ja, oké. Dus, ik ben het maar aan het proberen. Ik wil bijvoorbeeld informatie over, dus je mocht kiezen, ja, je mag daar eigenlijk op neer, over de garage. En over die Stanley Smythe. Oh, dat was niet op top. Dus ik wil informatie over de garage en die Stanley. Ja. En nu kijk je in uw kaarten en je ziet van, ik ken bijvoorbeeld 2-2 kaarten. En ik wil een van die 2 kaarten aan mij geven, of ik wil ze alle 2 ruilen, of maakt niet uit. Dus we snappen het niet. Hè. Stel nu dat ik 2 kaarten heb met info voor u. Met info voor mij. Ja. De som daarvan, dus ja. Het balken dat daar staat, ja. Dat is hetgeen wat jij hier moet opleggen dan. Oké, dat is goed. Maar je mag kiezen hoeveel informatie dat je met mij deelt en of je überhaupt wel informatie hebt. En dat moet daarover gaan. En dat moet over die 2 dingen gaan. En dan, hij heeft nu bijvoorbeeld 2. Ik ga hem dan straks informatie geven met waarde 2, minstens 2, maar niet per se over die 2 dingen. Ja, hij moet kiezen wat hij in ruil geeft. Ja. Ja. Mogen de leerlingen kijken? Over dat en niet, nee. Dus moet altijd de kaart... Moet over die 2 dingen gaan en moet dus... Maar mogen dus ook voor jezelf houden en ze niet leggen en zeggen van... Trek dan moet ook, moet dus ook maar voor jezelf houden. Maar dan zeggen. Krijg je sowieso geen informatie. Oké, ja, maar ik proberen. Krijg je geen informatie van die dingen? Ja, maar de ronde... Straks kan het. Als we de zaak nog niet opgelost hebben, dan... Ga je niks? Ja. Je krijgt geen informatie. En nu kan ik bijvoorbeeld kiezen van, oké, ik ga met hem informatie geven, of met hem, of met hem. Ik zou mijn kaart niet kiezen. Ja, maar hij heeft 4. Dan moet je 4 in de plaats geven. Dan moet ik 4 in de plaats geven. Ja. Ik mag 2 kaartjes. Is dat echt de ruil dat je doet? Dat is echt raar. Ja. Dus nu ga ik kiezen van, ik ga met Kenneth ruilen. Branden roeier. Maar je kunt kiezen, ik kan met hem ruilen en met hem. Ik ga met iedereen ruilen. Ja, je mag het gewoon zijn. Ja, ja. Ik ga allemaal ruilen. Ja, ja oké. Ik dacht zei dat je moest kiezen. Ja, ik zal nog even checken in eerste instantie. Ah, ik heb een stoppels gezien. Ja. Example. Nu ben ik eens mee. Er zijn moeilijk, hè? 6. Ja, ik zie het. Once all non-active players have made their offers, the active player decides with whom to exchange cards. They may exchange cards with as many players as they please. Waar zie je net van? Daar komt dan straks de discard, dat is een discard pair eigenlijk. En dat moet er eigenlijk altijd op liggen, voor een of andere reden. Dat is confidential. Probably. Dus dat is... Waar ligt de oplossing eigenlijk? In het boekje. Dus mijn kaart moet ik niet hebben? Nee, je mocht ze terug. Mocht ze terug doen? Nog niet, hè. Met 1 kaart. Dan brouw ik dan mijn kaart van u. Dat is dat mijn. Dat is een duur. Ik ga een beetje gaan ik hier halen. Dat is oké. Okay. Dat is nu je hand, hè? Your loss. En dan is dan Cedric. Dus nu kunnen wij die informatie van die kamers weer erin zetten. De Lesbic Sisters. De vraag is toch niet waar dat ze. Het is altijd in de study. De billiard room. Wacht,
even, want... Dus eigenlijk mag je nu bijvoorbeeld die kaart die jij me net gegeven hebt, gewoon niet teruggeven? In principe wel, ja. Over de billardroom en de zusters. Zien, ja, sorry. Het beschermt niet genoeg, vind ik. Of het gewoon een clipboard geweest zijn of zoiets. Ja, maar dan. Waarom? De billardroom en de Bodwijk zusters. Dus we moeten niet over die twee dingen gaan, maar het moet minstens vijf zijn. Mm-hmm. Ah ja, als je met mij had. Maar dat kan ik nog wel verder. Mm-hmm. Ja, je mag ook kiezen van niet te roken, hè? Ja. Dat is een andere hulp, dan kan ik niet met die andere. Ja. Elias, mag ik je kort? Nee! Ja. Bedankt voor de info. Het is in het rent van they might have passed through there. Oh, Maynard. Ja, hij wist er wel dat ze er misschien in doen. Nog een kaart. Ja, dat weet ik. Daarom dat ik ook vijf smeet. Omdat ik wist dan dat het ook een van die kaarten... Is dat nu met een accomplice? Nee. Nee, het is somber, ja. Dus no. Wil je het roek? Oké, maar dan... Oké. Okay. Dan heb je het ook al gehoord, man. Hoe dan? Hij zit er al ver. Of wat? Maar ik zit al redelijk ver, ja. Eigenlijk wel. Ja, spannend is, hè. Zonder ja. Ik stel juist de vraag, is het nou accomplice of niet? Je zei nee, ja, dan valt het wel weg bij mij. Ja. En zei dat het spel niet klopt. Ja. Wie zal het zien? Niemand heeft iets. 2, 1. Oh, wacht. Nee, ik heb niks. Ik heb ook niks. De billiards room en de. 6. Nee. Nee, met je broer aan moet dat halen. We hebben er echt geen kloot meer van wat ze willen. Oh, de broer. Ja. Ja, in de billiards room en dan heb je niet veel informatie.
niet per se altijd een locatie zijn en een ding, hè. Maar er mogen ook twee locaties zijn of twee personages. Wow, ik denk dat dan 17, dat was niet oké, sorry. Kom opnieuw. Kom. Andere keys. Nee. Ach, ander spel. Man, ik vind het nog tof. 4 damage. Game over, man. Oh, dat is pas weer. Ik snap je dan. Experience. Heb je al gedaan? Ja, het is al niet. Oeh, we moeten mijn kaart niet hebben. Ja, het ook. Elias schrok een weer op lessen van het spel met niemand een nieuwe kaart hebben. Ik weet wie dat is. Dat is ook pas van mijn eigen kaart. Ja, je hebt gezegd dat dichtbij is, dus dan ga je toch geen extra nemen. Van dichtbij, er zijn niet veel dingen om aan te doen. Zes kaarten. Maar ja, heeft hij toch niet nu de kaart gegeven dat ik u al gegeven heb? Nee. Laat het waarschijnlijk niet. Ik wil niks extra kunnen handelen. Ja, maar dat is de weer. Motherfucker. Er is niemand nog meer aan het kijken eigenlijk. Wat? Versleerd ook. Compleet zinloze versleerd ook. Wauw, zo lame. Dat is een stretch goal, ja. Ik vond het stom dat dat zo slecht uit 3D print is. Ja, het was dat of een zusje karton. Of een stand die. Dat ben ik toch nog iets beter. Het is dan nu eigenlijk. Ah wel? Ja. Ah. CNG. Wat is CNG? Claudette Cazella. Hartgas. CNG. Sorry. Hij deelt niet zo. Ik heb niks om te delen. Heb ik die al weggegeven? Waarschijnlijk, hè. CNG, hoor. Dus als je links drie vinkjes dat zo, dan is een die met dat motief. Maar je hebt soms informatie over en informatie van. Ja, de moordenaar die kan liegen, hè? Ja, ja, maar als hij nu informatie. Vraagt hij informatie over of vraagt hij informatie over? Van? Over. Het is ref. Moet dan naar kijken, maar ja, oké. Okay. Naar rechts toch, hè? Ja. Ja. Hey, you. Ja. Is dat een openingszin? Hey, you. Nee, zij stuurt al. Mag ik kijken? Laat mij kijken, laat mij zien. Nee, maar kan dat toch geen zin naar mij gefixt? Oh, joh. Heb je gezien? Oh, zo, joh. Heb je zijn nummer als het laatst wat de mensen nog maar krijgen van tegenwoordig? Zo. Via WhatsApp kan ze foto's sturen. Ah, zes. Zes? Nee, eentje. Ik ga eerst niet meer pakken, man. Ik kwam in de reprise van mijn klant toe als iemand schrijft, hey, you. Ja, juist. Zinloze kaars terug. Ik vond dezelfde terug. Ja, maar ja. Lul, jongen. Wat nu? Ja, je geeft me ook gewoon dezelfde. Ja. Oké, dan. Potketels, hè? Oh ja. Is dat mij? Nee. Ga jij nog een keer een informatie krijgen? Nu draagt het zoiets en wij hebben. Minstens 6? Ah ja. Ah ja, amai. Het zijn wel dikke. En dat staat. Het is minstens 6, jij moet eigenlijk 7 geven. Ja. Wat? Of, ah ja, we kunnen dat. Waarom? Ja, als het niet uitkomt. Het komt uit. Now I get it.
Bij mij was het donder en bliksem en veel regen vanochtend. Hier ook nog zo een buitje van. Is dat een voordeel plaats met iets? The Trophy Room and the Sisters. Dat vraagt hij. Trophy Room, Sisters. Dus. Ja, toch nog domme dingen dat je hebt gegeven. Ik heb denk ik betere kaarten gekregen van mij. Dan. Ja, ik heb goede kaarten gekregen. Ja. Ik vind het nog niet zo makkelijk. Ja, het zal wel even. Maar ja, je ligt op een open kaart waar er niet in gebeurd is. Dat is waar. Ja, oké. Okay. Wat is dat dan? De? Trophy Room. Dus nu is het eronder gedaan, verdwijnen. Nee, 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 het is nog aan hem geweest. Ja, maar na hem is. Ja, ja, dat ook aan het is. Ja, maar ja, er verdwijnen kaarten en er komen kaarten bij. Oh ja, hierachter mag iemand proberen wokken of. Ken het jij niks of heb je niks? Nee. Ik heb niks. Dat zijn die kaarten van mij, dus. Dat duurt wel een hefjes, basic. Ja, het wordt al doen. Wat, het wordt al? Donker. Nou, niet ja, wel. Helderder is het. Met de kracht van een supernova. Ah! Daar gaat mijn ziel. Gewoon weggebrand. Was die nog maar bezig? Is het beter zeker? Wat gedaan, hè? Bram gaat naar de oplossing kijken. Bram doet niet meer mee. Papier steekt er kies. Ik heb hem aan te schrijven, maat. Er is een bijbel te noteren. Sherlock Holmes, Eden de Watson. Ah ja, dus als je denkt dat je het weet, moet je je solution nog niet delen. Ah. Maar als je het allemaal raadt, dan wel het raadt. Who did it? Who did it? The nigger did it. Zo'n butler. Butler is dood. Mr. Bolt. De rollen zijn omgekeerd. Ja. Iedereen heeft gedaan? Ik heb gedaan. Ja. Dus nu is het. Gaat er iemand de oplossing zijn? Ik veronderstel nog niet. Ja. Ja? Dus dan gaan we even doorslaan. Holy Mary. Dan moet iedereen zijn hand discarden tot 3 kaarten in zijn hand. De rest hier. Maar eigenlijk is het slim dat je heel nuttige informatie die je zelf het gouden weg doet. Hè? Ja, of hoge puntenkaarten. Dat dat meestal de nuttigste informatie is. Ja. Ja. Nou, ja, dat komt wel. Maar ja, dat is informatie dat iemand anders al misschien heeft zoeken. Ja, dat is waar. Nou, hier. Tot 3 was het. Die kaarten komen niet meer terug in het spel. Tot 3. Die kaarten komen nogmaals niet meer terug. Want er gewoon 3 houden dan. Dus 3 houden, dan had de first player token naar Cedric. Hij is nu first player. En hij moet dan zogezegd delen tot als iedereen weer 6 kaarten heeft. Maar ja, zal. Zogezegd te delen. Maar echt delen. Maakt niet uit, zeker. Hier, 1, 2, 3. Die Chinezen zijn er wel bij veel mensen goed aan. Mag ze bieten op al wc? Nee. Is dat Japan zo dat we moe boeien? Ja, 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 ja. Was, ik denk dat China was. China? Toch? Nee, ik denk het wel.
met nog een leuke kaart. Wat? De deze. Waarom zijn we er niet zo meteen? Omdat we drie nieuwe kaarten kunnen. Beste detectieve ooit. Hoe is iemand vermoord? Ik stop gewoon op de oplossing. 3 uur na deel. Maar dan gaan ze in één keer het verband moeten leggen. Dat zie ik toch ook nog niet terug. Kom, laat mij lezen. Laat mij lezen. Wat? Nee, het is goed. Hij heeft foto's gecreëerd. Van een sangria. Maar ik kan zien. Ga dat zeggen? Serieus? 12 jaar en half, Cedric. Ja. De som van iedereen zijn relatie komt nog niet op mij. Dit is zwaar. Doel. Oh, mooi zeg. Ja, dat was grappig. Dat is hilarisch. Kom op. Bent wel, alleen. Savato? Ja, omdat ik meer en meer clues kreeg van dat kan niet en dat kan niet en dat kan niet. Maar ik ben er nog niet. Hè. Klopt ook. De zaak is opgelost, hij is niet dood. Zijn eigen dood en zijn gezet. Klopt dat? En het voorvuur. Hij is gestorven in de kelder. Ik heb alleen niet goed in het sparren. Met 1 kaart. Dus ja, hij weet al wat voor iets dat is. Niet te pittig dan dat zou denken. Nou, ik snap niet goed. Wat was de vraag? Feitelijk hoe? Hier, hè? Trophy room en closet. Tweede tekstvakje dat links op je kaartje bekijkt. There are always 2 testimonies and 1 piece of supporting evidence of the crime motive. But there are motives. Motives is, that, is M. Yeah, that turn out not to be the crime motive. Dus je kunt dus 3 vakjes aanvinken naast de motief en dat wil dat zeggen, maar dat wil dat niet per se zeggen dat dat het is. Wat voor zin heeft dat dan? Waar staat dat dan? Hier. Tweede koppelke. Ik snap niet hoe ik dat moet interpreteren, die taal. Dat taalgebruik is precies. Dus dat is gewoon niet denken. Zo dubbelzinnig. Welke ene? Dat. Te doen weer. Dat was 2 testimonies en 1 piece of supporting evidence. Ja, dat is dat het is. Ah ja, 2 testimonies, dus met dat is wel en 1 piece of supporting. Ja, dat is niet. But be careful. Daar motives. Een van de twee. Er zijn motieven met 2 testimonies en 1 piece of supporting evidence. Het turn out to be not a crime motive, ja. Dat is het, ja. Maar dat wil dus zeggen, als je 3 vingers zet naast een motief, dan zou ik denken van, ja, dat weet je zeker, het is dat motief. Ah ja, maar dat is dus niet het geval. Maar dat kan zijn dat die persoon niet toegang had tot het juiste moordwapen. Wat voor zin heeft dat dan? Ja, soms komen er ook mensen de baalsporen tegen.
Oké, maar dat duurt ik weet niet hoe lang tegen dat allemaal die beestjes afgevinkt zijn. Ah, Elias, maar je komt niet meer aan, ik heb maar input meer over. Dus. Dat is wel, je wilt dan mijn input. Dat mag niet. Nee, dat mag niet. Ik ben de loeier, ik zeg dat het mag. Het meisje, ja. Heb je kaartje? Heb je een box, zeg maar. Dat kan. Een Tinderhek. Ben niet van hier. Wie zit er voor, zit er daar op te lichten. Zij zijn er langs naar hier gekomen. Kost hun een normaal passeren. Het was een systeem van vermoedelijk een dodelijk ongeval. Zij komen van Heusden af, het waarschijnlijk. Ja. Dus ja, nee, okay. Zij komen van... Ah, ja, dan moet je er ook passeren. Moet je er ook passeren. Ja, hij had niet gepasseerd zijn. Ja? Ja, het is oké. Ja, oké dan. Kun je dat nu kennen? Je weet het al, zegt hij. Wie nog? Hij heeft al de motives. Het onder laten staan. Ja. Zesde. Twee kwijt, hij ook. Je kunt niet zeggen, ik ga er één pakken. Jawel, jawel. Dan kun je kiezen hoeveel informatie dat gaat delen. Nee, ik ken het, ik moet de volledige stapel pakken. Drie. Ja, dat wel. Hè. Ja, het was dat ik vroeg. Ja. Twee. Mag ik dat wel zeggen van dat? Nee, ja. Allee, ja. Moet dan één van één zijn, één van twee, dat misschien zegt van, ik ga die van één pakken. Oh, motherfucker! De pomp trekt. De lucht al beneden zit, helemaal boven. Ja, het is... Thank you. Ik snap het niet. Hè? Ik snap het niet. Hoe snap het niet? Oh. Maar ze vertrekken van een van de witte kamers. Hè. Dus de billiard, de vestibule, de living room of de library. Ja. Dan moeten we voor daar een pad naar de naar study de... krijgen. Ja. En dan moet het wapen in een van die locaties... Op dat pad. Op dat pad. Ja. Ja. Oké. Ik vind tot nu toe nog niet zo evident. Waarom niet? Ontdak. Ik vind dat ik heel weinig informatie heb. En omdat ik zie nog die stapel en er zitten nog heel weinig kaarten in. Ja, het is inderdaad. Ik heb als een indruk van, oké, die wapens, dat gaat vooruit. Ik... Maar... Ik denk dat ik te fijn op ben. Het is mal zo dat ik er even zit. En small man in the comic book store. Thank you.
Over de shit en... Shit. Shit en... Hoe kun je dat zo weten? Volgens mij zit je daar zo naast. Maar ja, ik kan echt gewoon kaarten gekregen hebben dat we elkaar uitsluiten en zeggen van oké, ik kan een mannetje bij het schap. Maar je weet dat de moordenaar kan liggen, hè? Dus die kaartjes waar dat staat op staat van dit beweert dat hij daar was, ja, dan is het fijn nutteloos. Maar het is easy, dus als het een zegt dat en de ander zegt dat en er is geen accomplice in het spel, dan kan ik dat al uitzien. Ja, dan weet je al dat er iemand ligt, dat is een groot voordeel. Als je nog weet dat er iemand ligt, maar op basis van die combinaties die ik heb gehad, kan ik nog niet weten. Ja, misschien niet, maar echt misschien wel, maar ik kan er ook voor de ik denk vooral. Zit er al wat in wie dat was? Ja, wat was de vraag? Shit en M. Shit en M. Als je dan op één ding weet, dan zou het dus kunnen zijn dat ik er ben. Lawyer. Hij is op dat die al niet is. Van. De lawyer. Met mijn kaart niet aan? Of ben al bezig. Yes. Ik heb ook nog twee puntjes. Ja, ja. Ik heb nog geen nieuwe informatie gekregen. Nee, nee. Geen van mij. Shit. Ja, maar dat onttagen allemaal. Dat is kak om met die tweet te spelen. Daar die onttagen alles. Hè. Ja. Moet je branden zijn? Ja. Nee. Iets van één was niet anders. Iets van één is meestal zo. Een moderne doen. Wauw. Ik vind dat ik heb er wel aan voor wel dat er toch niet op stond dat ik er zoiets had van. Oké, ja. Ik heb dat het antwoord op was er in de complex. Ik ook. Zot, hè? Yes. Vestibule, ja. Het zijn wel goede kaarten, precies. Dit is hier. Ja. Kan je weer niet helpen? Oei. Waar is dit ding? Je kunt ook omdraaien. Want ja, maar ik moest één hebben, dat is 6 of 2. Dus. Dat is ook. Ja, ik heb je 6 hier. Geen kaart. Niks. Wat? Greatest detective. Wacht, zin. Hey, you. Nee, ik kan niets. Psst. Sorry, jij is ook al met swipe bezig. Ik heb niet aan het swipen. No judging. Stom, hè? Ik kan niet aan het swipen. No judging, hè, zei hij. Is dat wie of hem? En de billard. Oh,
Niks. En jij niks? Ik. Oeh, die Intel is hier. Ik zou eigenlijk moeten aanduiden wat die nog wat iedereen van me vraagt. Dan is dat plaatje te klein. Het ene is ook allemaal dezelfde worden. Maar... Kijk, hè? Ik ben daar wel een zaak bezig, denk ik. Ja, maar eigenlijk is dat wel niet echt productief. Er zijn 15 actieven die apart aan de zaak zijn ontwerpen, die totaal niet samenwerken. Dat is echt heel erg. Misschien FBI, CIA, State Police. NSA. Dat is ook een trailer gezien van een film die zo periodeachtig overkomt. Ja, die noemen we Daniel Craig. Ja. Minder dan 3 kaarten vast worden. Dan moeten we wel wegsmijten. Nog niet. Je zegt waarom? Pas top 3 kaarten. We zijn nog van de grond. Damn! Oh! Ik had de theorie dat ik leuk heb. God damn it! Maar goed dat ik het nazien, hè? Ja. Wat? Jij zat op een verkeer. Anders had ik wel gehokt. Dus ja, nu moeten we ons token tonen. Of dat we gaan oplossen of niet. Nee. Ja, we tonen iedereen tijdelijk. Hè. Ik niet. Ja, jij wel? Ja, nee, ja, dat is toch van nee? Nee, het is omgekeerd. Ja, oké. Ja, oké. Oh. Goddammit! Dat wordt je wel opgehaald dat je mijn kaart gepakt, zeg je wel. Maar het was van die twee, hè. Motherfucker. Was van de biljartroom iets? Ook. Dus tot 3 kaarten, discarden. Dus 1, 2 of 3 kaarten? Of geen? Nee, goed hè. 3 nog in de hand houden. Dus in mijn geval 1 kaart discarden. Goddammit! Dit is gewoon als de pielwif in deze knie geraakt is. Is die er niet? Jullie neemt het eens kaart op? Yep. Dat is in het first player. Dan moeten we hem iedereen 3 kaarten geven. Dat is een straks precies dat ding dat je moet lezen van wat dat we moeten doen als dat stapel op is. Dan is het spelletje gedaan. Ja, er gebeurt dan iets. Ja, maar zo kut. Kijk, nog eens toch. Kan dat nu? Kan niet. Kan niet, kut! Nu maar kijk, een kaart dat ik al heb aangeduid ooit. Hoe kan dat dan? Ja. Wat zeg je? Ik heb een kaart in mijn hand gekregen, dat kan ik hier op aangeduid. Ja, dat kan. Hoe? Nou ja, bijvoorbeeld. Dat een mix was van een andere kaart ja. Ofzo. Nee. Maar al de mensen die niet de moordenaar zijn, blijven die ook gewoon in één lokaaltje gedurende het hele moordproces. Of bewegen die ook door lokaaltjes? Die kunnen ook bewegen, hè.
Oké. Wat een mysterie. Nu zit ik op een ander spoor. Wat zeg je nu? Honey, honey, meet up honey. Mijn tarief is... $5. Het al even die zo'n dingen op Tinder zetten. Flexibel. Nee. Dus dat leer ik je net. Ja. Dat is afgeleid door. Binnen die opa. Hier, eentje voor u. Hi, I'm Niana. I'm a simple girl looking for a trusted guy. I'm single and ready to mingle. I'm not a judgmental person. Trust me and you can get me, I'm even down to any kind of fun. I'm a cowgirl who down for fun. I'm even down to hook up, all I need is respect. Sounds like that. Klinkt dan als een Aziatische hoer. Trust is hard to come by, that's why my circle is small and tight. Ja. Super. Het was van een fake account. Ja, dat weet ik wel. Dat mag. Hoeveel zouden daar niet fake op zijn? Veel. Daarom komen dan 40 matches. Nee, matches zijn echt. Allemaal Russische hackers. Matches zijn echt. Russie, Jan, hacker. Ben jij dat nu? Nee, nog niet. I like you, Elias. Fuck. Hey, fuck you, Bill Tilto. You have a giant penis. I'm used to Asian men. Ah, me, I like him. Me, I like him. Ja, dan moet ik even... Allee, ik kan het vragen. We moeten twee pijltjes. Maar iets vragen waardoor dat je denkt te weten wie dat de moordenaar is, waarom en hoe. Ja, dan hou ik van dingen uit het. Wat? Huh? Oh nee, ready for Stranger Things. Ja, toch. Ja, dat bordspel. Wow, wat is er mis mee? Van niks, niks, niks. Omdat ik je niet getagd. Nee, nee. Sorry. Nee, sorry. Ik heb alleen maar getagd. Ah, kutje. Wow, kutje. Kitchen er wel. No, kitchen. Met hoe? Was dat? Bedroom. Kan er niet aan, man. Ja, zo goed als vast. Maar ja. Wat geen middel kan er wel. Geen zaterdag van continent? Of dat congé? Dat kan mijn antwoord zaterdag van. Want dat is nog meer mensen. Hè. Oh, niet speciaal. De Satan en Enemy komt. Ah ja. Ik ga eigenlijk overal headhunters en zo te zonder. Nou, die zijn leeg. Wat? Die zijn leeg. Hoe kan dat doen? Maar ze dragon born. I am Dragonborn! Kusrodaa! Ik vind het wel cool. Ik vond het wel cool, ja. Maar hij duurde minder. Ik denk dat ze ook... En dan ding dong! Kusrodaa! En toen deed ik gewoon de deur op. De fucking! De fucking!
Ik ga iets anders. B en de RSB. De camera's. Er bestaat eigenlijk een maximaal aantal kamers dat ze zich kunnen verplaatsen. Kijk toch de layout op uw papier? Ja, ja, dat weet ik, maar. Ze hebben. Ze hebben heel veel stamina. Fuckers. Dat zou niet zijn dat ze maar maximum 4 kamers kunnen verplaatsen. Oh. Stomme kaart. Wat is dat, de garage weer? Dat is al mijn vertrouwde garage. En de mensheid, dankzij Nico. Ik had geen vertrouwen in de mensheid. Ik heb nog eentje. Ik had dat. Garage en B. Garage en B. Ja, ik weet het. Dat zal wel straf zijn als dat in de kamer is. Je hebt er ook nog een. Ja. Maar ik mag geen kaart, maar ik heb nu wel gekregen van iemand. Ja. Nice try. Ik zal doen. Voor een fijn guy. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. What the fuck? Dan lieg ik in de nieuwe vlak. Het is nu moeilijk, hè? Het is nu moeilijk. Het is easy. En jij nog medium hard en very hard. En dan in die app nog wat nieuwe dingen doen, impossible. Mooi. Ja. Maar dan zitten we waarschijnlijk 4 uur bezig. Totdat je natuurlijk ook gewoon meer kaarten moet gaan. Of minder. Nee, nee, nee. Dat is altijd. Dus dat strak in is altijd hetzelfde. Dan snap ik niet dat het nu makkelijker of moeilijker kan worden. Je hebt altijd dezelfde kaart. Omdat waarschijnlijk combinatorisch. Combinatorisch. Dat is geen woord. Ja, ja wat toch? Ik denk het wel. Zoek het op. Denk het niet, man. Zoek het op. Combinatorisch. Combinatorisch, ja. Clitoris, dat is een woord. Ja, maar dat kan ik niet beter als ik het van mij lopen ze dat weer kan weg. Ik kan een kanaalpapa bij. Right in the net. Hoeveel zijn er van u weggelopen? Dus G en M, alstublieft. Niet te veel. M of G? Of G en M. Ja, maar je wilt geen M. G of M? Dum 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 dum. I have nothing. Ah, het is voor u. Voor u? Dat weet ik. Moeten we dat dan weer halen? Weet je wat ik het heb? Nee. Iedereen krijgt van mij een goede kaart, maar het is niet omgekeerd. Krijg ze gewoon terug. Ja. Kom maar alleen. Library en ik zal er af. Nee. Sorry, ik kan niet zien. Deze keer niet. Ah. Ja.
mond en openen. Als je zo van die kaartjes hebt gehad, de dienen of de dienen is naar daar gegaan en je kunt al één van de twee uitsluiten. Nee, wil dat dan zeggen die dan en daar zeker is doorgegaan? Nee. Nee. Nutteloze. Ja. Troep. Heb jij gewisseld met mij of wat? Ja, de dienen daar. Ja. Twee nutteloze dingen. Ik weet van jou wat nutteloos is. Oh, jongens, ik heb niets. Pardon, dus weet dat het niet harder kon. En als ik je openingste dat je wilt, je naar een ander. Ach ja. Zijn dat kaarten voor mij dat je heeft? Ja. Ah. Surprise, surprise. Dat is waar dat ze aan de hand zijn. Ja. Oké, dan. Ja. Gaan we het lekker doen? Oké, dan. Kitty-kitty. Kitty-kitty? Nee, dat is de maquette. Anna, op 1 kilometer uit de buurt. Wie de grijs. Die zou ik nog doen. Ja. de volgende keer. Ik ga al morgen later zijn, Cedric. Met chance en al burken. Zijn we er al weggespeeld? Ja. 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 Maar ik weet wat er gebeurt als er stapel op is. Eerst zien wat er iemand gaat oplossen. Nee. Maar ik zou dat je nog ook weer verwarmen kan. Ja. Ja, hoogt en het is niet juist. Of waar is dan hoogt en het is wel juist gedaan. Dit is waar. Maar wie dat de tand wordt controleren? Hè?
hoe ga jij dan weten of dat... Maar dan moet dat eerst invullen, hè, dat papier. Ja, en als het niet juist is... Dan doet hij erbij mee, hè. Ja, hoe zie je kon. Moet ik een hoksje doen? Maar nee. Wacht gewoon. Kom wacht. Dat is niet. Dus... Met de game dat runs out, take this card pile. Shuffle the cards wel. Oké. Okay, ik zal dan ook eens mijn informatie doen, want ja, ik moet er toch naar de kaart gaan. Oeh, dat is wel een goede. Ben ik bijna. Misschien moet Cedric een hoogstje doen, dan heb ik ook een hoogstje doen. Nee, maar we moeten alle twee tegelijkertijd doen. Ah, wel, misschien houden we er al bij. Maar jij kent die informatie nou. Van de... Welke informatie? Ja, van de kaarten die hier juist zijn. Ik ook. Ah, oké. Ah, we moeten eronder wachten. Nee. Ah ja. Ah ja, oké. Wacht even. Dus... Maar volgens mij missen we nog wat informatie. Hè. Nu ben ik toch... Dus nu, wacht. Dus de discard pile was op. Ja. Dus... Zit er wel. Nee, het is vol, de discard. Dan, shuffle de cards wel. Dat is een twee kaart over de handje. Als hij gaat gokken, dan mocht hij niet meer zien. Hè? Maar ja, hij gaat niet gokken. Dus shuffle de cards wel. Place the top 3 cards face up on the table, revealing their information. After being publicly examined, they are placed in the revealed card file. Ja. In this way, all the detectives... still in the game, you receive additional information. The rest of the shuffled cards are placed where the previous deck was becoming the new game deck. Dus als shuffled, dan 3 kaarten face up, die komen dan hiernaast te liggen. En dan is het gewoon een nieuw deck zo gelegd. Wat dan? Wat is het? Tinder is gemakkelijker, hè? Het was gewoon dat er een plie op je hoofd zat. Wat dan? Gestopt. Ja, ik weet niet, geen type van haar kop zitten. Waarom doe je dat voor mij? Dus dan ook maar één kaart van deze of wat? Ja. Die was toch vuist, ja. En wat is dat, die 3? Die 3 kaarten is publieke informatie voor iedereen. Dus daarvoor dat we ze gewoon ook weer... Ja, dat is door. Kaart dat ik al had. Doorgeven. En wat is dat? Dat is nog uw derde kaart van daaruit. Ja. Die heb ik al gekregen. Dat is niet leuk. Kijk je nog niet. Wow. Dus die 3 kaarten mag iedereen nu zien. Gaan we ze allemaal zien? Hoe zijn ze in de deur? Dat zijn er 2. Ja, hij heeft het daar nog niet. Player. Ja. Mr. Ellis. Social undermining, Hans. Oké. Okay. Is het C of het loopje? Huh? Wat? Dat is die publieke kaart, dus... Ah, oké. Okay. Kan ik ja. Ga je niks let op zeggen vandaag? Shut and water. Holy substance. No holy substance. Shit. Ik kan ook niks met aan doen. Even
zit toch ook van de vrije doodlopende. Ik hoor jou niet aan 6. Mocht meer dan. Dat toch wel van. Scoozy. Hier zal jij die over zien. Ja. Waar is dat hier? Shit en M. Shit. Dat is allemaal shit. Goh, ik moest toch. Maar je hebt wel altijd informatie van die Burg Sisters, man. Toch af, inderdaad, hoe je dat zegt, als het een medium en hard en very hard is, wat dat altijd is. Volgens mij wisten wij iets, volgens mij is het iets inderdaad van dat degene die niet de moordenaar zijn, altijd in die vier kamer blijven of zoiets in die tent. Nee, toch, want je kaarten kunnen zijn van die ene is niet langs daar gepasseerd, een ander is niet langs daar gepasseerd. Ja, maar je kan kaarten die zijn van die persoon zijn dat ze in die ruimte waren tijdens de moord. Oké, maar die kaarten waar het op staat, either. Dienen, ordienen is langs daar gegaan. Als je één van de twee kunt uitsluiten, wil dat dan zeggen dat die ander daar al is? Ja. Toch zeker? Ja. Ja. Ik weet het niet, ja. Dus, en wat zijn mijn informatie van, er waren zoveel gasten in die kamer? Het probleem is dat ik iedere keer zelf... Als ze zeggen van, ik was in die kamer... Ah ja. Want er zat ook een number of guests. Die Burwick sisters zijn wel twee personen. Die worden als twee geteld. Nee, als één. Ja. Nee, als twee. Als één. Als twee. Stel op je kaart als één. Is toch één? Je moet zeggen welke van de twee Burwick sisters. Although the Burwick sisters count as two guests, they move and act as one. Ah, wel, dus ze counten als two guests. Ah, ja. Als je een kaart hebt van er waren twee gasten. They move and act as one. Ja, ze zijn altijd samen. Ja. Dus dat ze niet opsplitsen, dat wil dat eigenlijk zijn. Ja, oké. Okay. Ja, ik raak niet voor, dus... Ik raak ook niet voor. Het is al omdat ik iedere keer info vraag of dezelfde dingen om verder te raken, maar dan krijg ik iedere keer dezelfde kaart naar mijn hand. Mm-hmm. Dus... Ik weet niet hoeveel rondes dat dan is, of dat iedereen moet nog doen. Dat stel ik even. Je kunt zo 3 uur verder spelen. Maar je hebt dan ook zoiets in die raad van... Ik weet al dat twee personen elkaar bevestigen. En ik weet dat die persoon al een bepaalde route heeft afgelegd. Ja. Maar wil dat dan zeggen dat die twee personen altijd dezelfde route hebben afgelegd? Dus het is zo'n rare dingen in dat spel. Dat... Oh, je moet gewoon meer info krijgen om iets te kunnen uitspreken. Bijvoorbeeld, ik heb al een bepaalde route, maar ik weet nog niet van waar dat zij of zij gestart is. En op basis daarvan kunnen we zeggen van, we kunnen al dan ook wapens uitsluiten, normaal gezien, nu veronderstel ik. Wat is het? S en Featherroom. Oops. Nothingness. Toch fijn dat die bordspelavonden worden gebruikt om te daten. Zijn ook aan het daten? Nee. Hè? Nee. Aha. Maar ik heb wel zo'n nodig als je altijd hetzelfde vraagt. Ja, omdat ik verder wil ruiken. Wat? Ik zit op het punt dat ik tussen dat of dat zit en ik ga geen info gaan voor mannetjes dat ik al weet van hoe je zijn niets meer te zien. Aha.
nog een keer iets om aan te duiden. Ja. Bevestigt het uw dingen? Ja. Toch wel. Kartel met Nico. Ik snap het wel. Altijd wel niet meer in het plan. Dat kan. Oeh, wie vroeg er niet? Ik heb. Ik heb. Nou, bedroom en S. Ik heb één. Maar het ligt daar voor u. Ik zal het niet. Wauw, bedankt Nico voor deze mooie kaart. Dat zijn mij heel erg waarschijnlijk. Die heb ik al 3 keer gezien. Ooit een keer die kaart en weg de volgende keer. Beetje, ja, buikram. Maar ik krijg er wel altijd wel een halve keer. Zeer? Als ik zeer. Ja, het is doen als het zo. Als ik neerlig zou, was ik er gezegd van. Dus. Meestal krijg ik dat zien. Zuur. De shit en de study. De shit en de study. De shit en de study. Shit. De shit en de study. Maar het gebeurt sowieso in de study. Nee, het is wel. Er is soms informatie over de study. Domme vragen. Stop maar kut. Shit. Oké, ik doe de study. Nope. Er is niks. Nee, ik kan het zien. Eentjes geeft er weer de plaatsen. Dat is het dan. Het zijn niet zoveel meer op dit moment, denk ik. Dit begint wel de. Met u wel. Het is best wel een antenne op zijn papier. Haha! Ja. Misschien zit Kenneth het wat als zijn papier toon van aantekenen. Dat is zo vol met tekeningen gestopt. Ja, wij. En van wie was die één? Voor me doen dat het zin van het leven niet ligt. Oei, maar dat zijn we snel niet uitgekracht, hoor. 0 is gelijk aan 0. Ik kan het niet deel van nou, nee. Nee, dat is wel, hè. Infinity, hè. And beyond! Ik dacht een wiskunde die ooit hebben gezegd wie deelt door 0 is en zo. Maar, ja, inderdaad. Wow. Maar, zeiden ze dat? Ja, ja. Dan ja. Nou kwam hij af met theorie van het leven. Ja, 42. 6 leerjaar. Ik kan zo veel snoepjes. Nee, ik ben depressieve molens begonnen in het 4e leerjaar. Toen dat gemengde gasten waren. Dat vind ik wel. Kapraag! Dat moet al een serieuze route zijn, dat is die wat afgelegd hebben. Ja, of die. Ik heb dat ook, maar je kunt ze soms van die wegen schrappen, maar dat maakt geen kloten uit, want je kunt eigenlijk nog altijd overal. Maar daar straks dacht ik dat ik het bijna had en toen heb ik een kaart gekregen en heb ik hem moeten schrappen, dus nu weet ik niet meer hoe dat zit. Wat? Ik denk dat we op een bepaald moment misschien gewoon moeten beginnen samenwerken. Ik ben eruit dat het water is. Ja, maar dan kan ik al 1 uur uit. Maar ik ken daar al 1 uur uit. Ja, kan jij niet al weten dat het water is? Ik weet zelfs al wat dat is. Ja. Ja, wat is het gedaan? Ja, op de crime scene in de study. Ik denk, ik weet zo goed als wie dat geweest is ook. Dus. Maar je wacht dan een boxje.
Ja, ik zou het ze niet wel doen, denk ik. Mm-hmm. Ik ga het ook doen. Ja. Stop nog met Sint. Ik hoop het voor u ook. Want dat is hier raar, hè, dat hier. Dat die dingen, dat is hier raar. Ah, en C. Ja. A en C, hem. Ze staan bij mij ook veel meer schuin streepje. Wie? Oeh, er is iedereen informatie over. Ja, dat heb ik. Heb je 10? Wie wil de shit informatie? Shit, wel shit informatie, waar gaat het? Je hebt 1, hè? Ik heb 1. En dan heb ik 1. Nou, dan heb ik waarschijnlijk weer dezelfde KZS, want hij heeft zo dat speciaal gegeven. Aha, gevonden! Eureka! De shitkaart. Het was de shit. Bijvoorbeeld, als je, ik ken plaatsen waar iemand geweest is die niet heeft gedaan. Kunnen al die... Van de plaatsen? Waar iemand is geweest die het zeker niet heeft gedaan. Dat is wel domme informatie dan. Ja, maar kunnen dan al uitsluiten dat die wapens die daar liggen, zeker niet de moordwapens zijn? Nee, want iemand anders kan wel in die ruimte geweest zijn, die het wel heeft gedaan, die wel heeft gebeurd. Ja. Die persoon kan gezien hebben dat die... Ja. Nee, dat gaat die persoon zo gaan. Verhinderen van de moord te plegen. Dat is een mooi accent. I. I. Iedereen de info. Iemand info geven. Ja. Nu was de first player dus juist. Ik. Okay. Nee, niet meer goed. Ja, dacht nee, ik. Maar ik moet nog. Ja, ik is het om bij u te houden. Ik ben niet begonnen, hij is begonnen. Ja, jij bent begonnen. Ja, ik denk goed dat hij begonnen is. Nou. Ja? Ja. Leuk. Kan hij een nieuwe kaart doen? Kan hij een nieuwe kaart nog laten doen? Jawel. Ja? Maar het is opnieuw geschud, dus je hebt waarschijnlijk al de informatie gehad. Een paard. Nog ANC, ken het? Wat? Maar ik heb nog gewisseld in mijn. Ah nee, het is het aan mij om te vragen hoe te zeggen. Ja. Dus je net ook, ah ja, 3 skills dat ik niet gebruik. I will just die. Quickly, Kenneth, use your skills. Come on, Kenneth, he's coming for you. Take out your harp, Kenneth, do something. I'm dead. Quickly, draw your agility cards. I'm still dead. Wait, you can respawn. Draw your sword. Dead. Ja, spannend. Aha. Aha.
1000. Maar nu zoekt de 8. De 5. 5. U kent het plots. De 5. Ik heb hem al 2 zinnen in de aanbieding. Nee, ik heb zoveel puntjes niet veel. Kom maar. Dat is een nuttige informatie dat ik kan krijgen. Van mij ook, Kenneth. Niks. Wil het straks te bieden? Dus het is kaart tot 3 kaarten. Het is toch van hem nog? Hij is eerst geweest. Maar daar was ik als eerste, dus ik stel niet meer. Ik kan niet. Kan ik de hele dag nog extra op de scar brengen, denk ik niet. Dan had ik niet meer doen. Want als je geen kaarten meer hebt, kunnen we maar ruilen ook. Dat is toch een beetje schaam. Thank you. Of weet je dat niet? In een van de 400ste. In een van de 4, maar ze zijn niet zeker welke. Nee. Wacht, ze moeten, voordat wij die kaarten hebben, moeten we eerst nog hokken. Ja, mogen wij niet hokken, ja. Ja, ja. Ik ga naar hokken. En dan gaan we hokken, het is mis. Dan wordt het niet meer. Ja, maar ik moet dat wel eerst opschrijven. Ja, ik ga het ook opschrijven. Iedereen wil iets anders hebben. Ik weet het nog niet, hè. Maar ik ga ervan uitgaan dat ik ga winnen, omdat ik er allemaal verkeerd kom. Jawel, ik vind dat nog niet tactiek. De kaart liggen daar als. Maar de hou is toch gewoon... Met het wapen. Het moet niet de weg zijn, dat ze hem nee, afkrijgen. Ja. Oké. Wat was de code? Ik wist nog een kaartje. Ja. Het is hier van de eerste. 09828 u. 09828 u. Ja, ik juist. Ja. Wat? Ja, juist. Ik moest er wel zo ik was voor een goede naam. Mijn was die Angelica, omdat die heel veel verre kwam. Ja, dat wist ik al. Extreme Principles en de Kitchen Knife. Maar inderdaad, was. Wat, de Kitchen Knife? Ja, ik had nog 2 wapens over: Kitchen Knife of Saber. Maar kijk, Kitchen Knife was al uitgegaan. Saber. Ze waren de Berwick Sisters voor social undermining met de Saber. Ah, die waren het? Ja. Wow, het is Saber. Die Berwick Sisters. Door dat ik fijn naar was. Want ik kan.